Ja, ik ben bijna 8 jaar voorzitter geweest van het KNAG. En het is echt een organisatie waar je in moet groeien. En de organisatie moest ook in mij groeien. Dus dat was een intensieve wisselwerking. Waarbij bestuur en bureau eigenlijk een hele belangrijke rol spelen. Eerste directeur Leonie de Goeij, tweede directeur Antia Wiersma. En zonder zo'n bureau en zonder zo'n bestuur kan je eigenlijk geen goede voorzitter zijn. Heel bijzonder vind ik zelf dat je door voorzitter te zijn van KNAG contact hebt met historici over heel Nederland. Dus je zit niet in je eigen groepje alleen. Je redeneert niet louter vanuit je eigen universiteit. Je kan echt nadenken over het vak. En dat is een enorm stimulerende omgeving. Wat ik daarin eigenlijk zelf een hele fijne en belangrijke lijn heb gevonden, is het nadenken over zowel de gedragscode voor historici. Hè, wat is eigenlijk ons vak? Wat is eigenlijk de bedoeling van wetenschappelijk onderzoek? Hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Wat zijn eigenlijk criteria? Hoe reageren we als historici op alle nieuwe ontwikkelingen rondom de digitalisering van bronnen en andere manieren van publiceren? Er waren altijd mensen met wie we daarover intensief konden praten. Niet alleen op congressen, maar ook in werkgroepen. En de manier waarop die discussie eigenlijk ook weer leidde tot een nieuwe dynamiek binnen het beleid van KNAG, wat doen we zelf, heeft mij enorm gestimuleerd. Iets anders wat ik daarin ook belangrijk vond, is het groeiende aandeel van jonge mensen in de ontwikkeling van onze activiteiten. Jong KNAG is eigenlijk wel iets waar ik heel erg trots op ben, dat zo goed draait.